Het Chinees nieuwjaar is gisteren ingeluid met een vuurwerkspektakel. Chinees nieuwjaar, ook bekend als het lentefestival of lentefeest, is de belangrijkste dag van de Chinese feestdagen. Vandaag begint het jaar van de os, met als karakter eigenschappen krachtig, geboren leider, harde werker en betrouwbaar. Het vuurwerkspektakel is gehouden op het terrein van Sunyi & Co. NV aan de Nieuwe Charlesburgweg. Volgens Miguel Fung, organisator van de vuurwerkshow, is het hun manier van teruggeven aan de samenleving. Ja, nee, het is een jaarlijks traditie. Kijk, vuurwerk. Chinees nieuwjaar zonder vuurwerk zou niet kloppen. Het is hetzelfde als hoe wij hier gewend zijn om 31 december om Soeta vuurwerk. Weet je, we moeten de pagara tenminste afschieten. Weet je, en zo is het ook een traditie in de Chinese gemeenschap. En zeker bij het Chinees nieuwjaar. Yes. Oké, we staan in het jaar van de os. Wat zijn de karakteristieke eigenschappen van de os, vooral in dit nieuwjaar? Nou, de os is sterk. Hij is vooral sterk. En ja, we hopen vooral dat hij voor Suriname en voor de hele wereld heel veel goede gezondheid brengt. Zodat, zoals wij als samenleving, maar ook de hele wereld snel kunnen genezen van COVID. En dat we echt terug kunnen gaan naar het normaal leven zoals we gewend zijn. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost hoopt dat de vuurwerkshow heel veel geluk meebrengt in het jaar. Ook parlementariër Juan Ru Wang van de VHP gelooft dat het een goed en beter jaar wordt met de inluiding van het Chinees nieuwjaar. En laat het ook een bijzondere dag zijn. We weten dat de minister nu de COVID een beetje heeft verruimd. En dat geeft ook een beetje vreugde weer terug in het land. We kennen de vele spanningen in het land. De mensen waren iets wat gefrustreerd van de afgelopen dagen. En dat het nou het Chinese nieuwjaar tegelijkertijd vallen met een stukje verruiming. Dat wil zeggen dat de mensen tot 9 uur vanavond natuurlijk op straat mogen zijn. Maak er gebruik van, geniet ervan. Maar daarna moet u zich wel houden, ook aan de tijden die zijn aangegeven door de regering. Houdt u zich aan, 9 uur is naar huis, sluiten. Zorg voor uw eigen veiligheid, let erop. Maar ook in de weekenden houdt u zich vooral ook aan de tijd die is aangegeven door de regering. Maar in ieder geval wens ik de totale gemeenschap Happy New Year. Geniet van uw leven. Pas op jezelf, wees zuinig op jezelf en ik wens je natuurlijk het allerbelangrijkste toe en dat is gezondheid. U heeft het gezien, het was donker en de kunstvuurwerk heeft ons licht gegeven. Het was geweldig. En ik wil het dan ook bijvoegen, we zitten in een economische crisis, in een COVID-crisis, we hebben donkere dagen. Maar net als het vuurwerk heeft geschijnt, gaat het ook schijnen in Suriname. Ik heb geloof. VHP-parlementariër Juan Ru Wang en daarvoor de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla. Zij spraken gisteren tijdens de inluiding van het Chinese nieuwjaar.